Hallo lieve tweelingen, ik begin vandaag eens met jullie. En ik begin vandaag voor jullie met een Lenormand-kaart. Sterrenbeeld tweelingen, wat is belangrijk op dit moment om te weten? Wat zijn de energieën op dit moment? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld tweelingen? Voordat ik begon zag ik 11-11, dus de getallen 11-11. En dat is ook, het zijn meestergetallen en het zijn toch wel signalen van het universum waar je op moet letten de komende tijd. Het universum wil je namelijk ergens naartoe sturen. Wil dat je de signalen oppikt die het universum jou stuurt. We gaan even kijken. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld tweelingen op dit moment? Wat is belangrijk voor sterrenbeeld tweelingen op dit moment? Ik ga een Lenormand kaart trekken voor jullie tweelingen. En dat is de lelie en de ring en het kruis. Misschien heb je een relatiebreuk achter de rug of een scheiding. Of heb je afstand genomen van een bepaald contract. Dit betekent loslaten, iets een plekje geven. Maar de lelie zegt eigenlijk, dat spreekt van voorspoed, een andere kant op gaan. Dit is luchtenergie, tweeling, waterman of weegschaal. En dat betekent dat je zelf de controle in de hand hebt, tweelingen. Misschien moet je jezelf even tijd gunnen. Ben je misschien vrijgezel geworden. En dat betekent dat je mag genieten. Dat je mag genieten van het moment dat je jezelf ook nieuwe doelen mag stellen. Dat je moet kijken, waar ligt mijn passie ook alweer? Het kan ook zijn dat je heel veel hebt moeten inleveren in een bepaalde relatie of van een bepaalde connectie. Dat je zelf een beetje kwijt bent geraakt. Dat je eigenlijk niet meer zo goed weet wie je zelf bent. Van wat moet ik nou met mezelf gaan doen? Wie was ik ook alweer? Kijk gewoon naar wat kun je gaan doen? Waar ligt jouw nieuwe passie? Wat is voor mij interessant om aan te beginnen? Waar krijg ik energie van? En dat. Dan ga ik nog even een engelenkaart trekken voor de tweeling. Een engelenkaart voor sterrenbeeld tweelingen. Alright. De hemelpoort. Er gaan deuren voor je openen. De hemelpoort is ook, wat ik al zei, die signalen van het universum. Hier staat een man en die wijst de weg naar het licht. Naar de deur hier die verlicht is. Er gaan deuren voor je open, tweelingen. Als je goed luistert naar je intuïtie van waar moet ik zijn? Wat moet ik gaan doen? Wat ik al zei, nieuwe passies, nieuwe ondernemingen, nieuwe avonturen aangaan. Kijken van, waar word ik blij van? Ook vrolijkheid opzoeken. Leuke mensen, feest, noem maar op. Amuseer jezelf. En dan gaan we nog even naar de gewone Rider-Waite kaarten. Ik had graag twee kaarten voor sterrenbeeld tweelingen. Wat is op dit moment belangrijk? Oké. De 8 van staven omgekeerd. Sterrenbeeld tweelingen. De ridder van kelken. Het rad van fortuin en de koningin van kelken. Er is geen communicatie op dit moment met iemand. Misschien gaat iemand jou of jij iets aanbieden wel. Een cup of love, vergevingsbeker of in ieder geval contact zoeken op een liefdevolle manier. Het rad van fortuin betekent ook dat het rad aan jouw kant staat, het rad draait in jouw kant. Dus als je dat doet, als je toch contact opneemt, dan zal het rad voor jou gaan draaien, omdat er namelijk iets essentieels gebeurt dan. Na een tijd van stilstand komt er verandering in een bepaalde zaak, in een bepaalde kwestie. En de koningin van kelken is zeer intuïtief. Is een liefdevol iemand, is een empathisch iemand. Dus gebruik je empathische vermogens. Luister naar je intuïtie. Is heel belangrijk op dit moment, want de hemelpoort betekent, er komt een nieuwe weg voor jou, tweelingen. En het universum zendt jou signalen van, waar moet je naartoe? Wat is belangrijk? De koningin van kelken, dus het heeft te maken met liefde ook.
met vooral ook liefde voor jezelf. Laat controle los op dingen waar je geen controle over hebt. Stel dat je afhankelijk bent van een andere persoon. En is die persoon op dit moment niet beschikbaar. Laat dat dan los en concentreer je op de dingen die je wel kunt controleren. Dus zet stappen in de richting die je wel kunt doen. En laat dingen die voorbestemd zijn voor het universum om daar iets in te veranderen. Laat het universum daar zijn werk doen. Dus kijk heel goed naar je prioriteiten. Waar kan ik wel iets aan doen en waar kan ik niks aan doen? En dat is belangrijk om daar je focus op te hebben. Maar ik heb toch wel het idee dat er na een tijd van geen communicatie een doorbraak komt in iemand die jou iets aanbiedt of jij biedt iemand iets aan, waardoor het rad van fortuin weer gaat draaien. Het rad van fortuin betekent geluk. En het heeft te maken met liefde. Maar op de eerste plaats, love yourself first, tweelingen. Dat is heel belangrijk. Love yourself first. Love yourself first. Zet je eigen prioriteiten op de eerste plaats. En dat rad van fortuin, daar gaat alles vanzelf draaien als je dat doet. Slechte gewoontes achter je laten. Devil energie. Energie die jou niet dient. Mensen die jou niet dienen. Achter je laten en opnieuw beginnen. En door middel van self-love, dat is jouw weg. Dus lieve tweelingen, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mocht je een personal coaching willen, dan kan dat via lartistic69 24@gmail.com. Doei!